Nou, aan het begin van deze Jotere movie wil ik graag een mededeling doen. Mocht deze Jotere movie weer voor 50% uit mij gaan bestaan, dan eis ik een honorarium van 5 gulden per uur. Per uur dat ik gefilmd word, wel te verstaan, niet per uur dat ik uitgezonden word. Dus, als ik vast even 60.000 gulden kan vangen, hè, is iedereen weer blij. Verder wil ik mij graag verontschuldigen voor mededelingen die ik in de vorige Jotere movie gedaan heb over bijvoorbeeld Marielle en haar moeder. En de wijze boer in een geit ervan. Ik bedoel, het is wel waar of zo, maar dat had ik misschien toch niet zo moeten zeggen. Direct. Sorry, Marielle. En sorry, mevrouw. Wat ook alweer. Sorry. Het systeem van een wig, gezien vanuit het standpunt van de wig. Ah. Ja, daar heb je verder niks aan. Toch leuk om te weten. Ja. En nu moet ik weer naar het werk, want ik moet daar ook zo meteen nog helpen met een. Tjurring, hè, dus ja. Zeggen. Rut jong. Nou, Niels, mazzel. Kijk, hier zit een stukje beenmerg in. En darmen. En hier, oh, hier heel klein stukje. Oh, heerlijk. Kan ik even niet zien. Maar waar blijft eigenlijk die... Waar blijft die uitgelezen fruitsalade? De uitgelezen, ja. Ja, dat weet ik niet. Ah, nee, hè. Kom op, hè. Doe maar. Wat ben jij voor een lul verhaal aan het ophangen? Weet ik niet. Ik probeer wat te verhalen. Ik ben echt mijn 28 persoonlijkheden voor je. Wat? Wat heb jij? Freddy! Nee, Tolle! Maak ik zo wat is hier zo vreemd? Ik maak momenteel een extra Jota nieuws item. Dat heeft Bodyguard gezocht. Dat de enige directeur van Jota nieuws redacteur. Constant lastig gevallen om bezig met videocamera's, mini-discs, telefoontoestellen, grote bouwlampen. Het doel van die bouwlampen is wordt helemaal duidelijk. Radio Roodrooster. Music non-stop. Dit is de actualiteitenzender, Radio Roodrooster. Dit is het directeur van Jota Nieuwsbulletin. Met in deze editie... Door het naam. Na 24 uur onafgebroken broedelen is het dan eindelijk zover. Zoals uit het ingelaste extra Jota nieuwsbulletin al bleek, staat de toren. Om precies te zijn stond de toren om 12 minuten over 9:30. Hetgeen 12 minuten meer is dan 24 uur voordat Stef ermee begonnen is. Dit jaar ging de bouw van de toren extreem goed. Wel was voor het verticaal brengen van de toren het nodig zowel te zagen als te graven en kostte het 2 touwtjes voordat de bok rechtop stond. Maar ondanks deze geringe verliezen is de anonieme bron binnen de organisatie van de Jota-toren zeer tevreden. Het verhaal dat Jochem in hete strijd op het toilet zat is enigszins onwaar. Maar dat hij daardoor de hete gasdruk de toilet is afgeblazen en even de dampkring is doorgeschoten is dus echt achter de computer bedacht. Kijk, met een beetje spanning is het bericht goed voor hoge luistercijfers. Verder zijn de avonturier op de vraag, was het lekker? Ik moest het echt even kwijt. Door middel van de recurrente betrekking van de complexe getallen kunnen de ingeverteerde matrices in orde 3,25 worden vermenigvuldigd met een gespiegelde determinant over 26 graden waarbij geldt dat er een epsilon groter dan 0 bestaat zodat de bipartite graaf geïntegreerd wordt in een x en volkomen symmetrisch positief definiete normaal kunnen vergenen naar het gehele getal 3. De psychologische analyse hiervan is
als slechts een achtercombie cognitie een ongeconditioneerde reflex teweeg brengt, is volgens Vygotsky een tekortkoming aan woordenschat gedepreciaal door de ontogenese vastgelegd. Je kunt uw eigen conclusie uittrekken. We hebben Chinese dit was het nieuws. Tot zover. En nu, John Bernards met het weer. Dan zometeen, John Bernards met het weer. John Bernards met het weer! Naast opklaringen zijn er boven Nederland nog talrijke buien. Kunt ze zien, rode gebieden, dat zijn zelfs zeer felle buien, dus er komt wel wat boven. Het gaat ook voor vannacht. Vanuit het noordwesten gaat de wind zelfs toenemen. Het wordt een windkracht 8 tot 9, dat zit tegen storm aan. Bij die buien kan ook onweer nog een keertje voorkomen. En morgen overdag is eigenlijk hetzelfde verhaal, al neemt de wind dan wat af. En de tijd tussen de buien, die wordt wat groter, maar het is wel fris. Dicht in elkaar. Dit was het nieuws. Oldsmobile? Hier wat in de boom taait of zo. Ja, dat is bij ons wel ons. Zit bij Michael. Wees je blij mee, zou ik zeggen. Zijn we nu aangekomen bij de Reurik in Heilo. We moesten even zoeken. We waren hard al een beetje opgegeven. We zouden naar Limmen toe rijden, maar we zagen opeens een grote hoogwerk. En misschien kan je hem vanaf hier al een beetje zien. Winder en Limmen staat erop, kan je zien. Erg hoog. Dus dan gaan we nu even kijken hoe hun... Hij had hoog een keertje. Vorig jaar hadden jullie overgevonden. Dan hadden jullie toch die drie poten, hè? Ja, altijd ging aan mijn hoofd, weet ik, ja. Ja. En we zijn nu bij Scouting Limmen. Ook zij hebben een prachtige mooie Winter en Limmen kraan staan. Wij werken ze nu samen met Reurik. En we gaan nu bij hun kijken wat hun stand van zaken is. Dus de Jood die een Jota hebben, maar Jota waarschijnlijk wel. Of we nog een mailtje kunnen versturen of even kunnen zenden. Zenden! Mara, we komen nou dus uit Limmen vandaan net. Wouter heeft het voor elkaar gekregen om de koners van Limmen dus te bemachtigen. Die staan op hetzelfde teken als dat ik op staan. Dus als we thuis zijn, dan moeten we eventjes gaan beslissen hoe... hoe moreel we zijn. Kijken of we ze gaan gebruiken of niet. Want we hebben ze allemaal bemachtigd, maar doen we ze ermee? Dat is de grote vraag. Ik vond ze wel erg sympathiek deze lijn. Ze zit een beetje sympathiek is wel wij. Robert is niet objectief. Die hebben een bijtje aangeboden gekregen. Ja, en een blind date. Ja, maar je weet niet. Wat wil je het maar niet zien? Dat was dat rode meisje. Ja. Wat is er nou op blind? Ja. Misschien ook een blind. Ik hoop het niet, want ik rijd. Nee, ik doe het zelf al. En hier is de stress natuurlijk te snijden. Stress te snijden? Wat? Het is gewoon fantastisch gegaan. We zijn helemaal niet gestrest. We zijn hier allemaal vet relaxed, want we weten namelijk gewoon. Het kan niet anders. Er zijn zo ongelooflijk veel wonderen gebeurd. Echte jongens, redden het internet. Bevers zijn hun tong verloren.
en de echte meisjes verslaan Limmen. Verder hebben wij nog de wonderen van de Jota Cross in het bulletin en een item over Scouting Limmen. Jota nieuws, dat ook nog steeds niet uitgezonden is volgens mij. Hadden wij het over internetverslaving, de invasie van aliens in de Broodrooster studio en de computercrisis. In het Jota nieuws daar weer voor, dat het allereerste Jota nieuws was van deze Jota, hadden wij het bouwplan van de Jota toren, Ralf, stresssigaretten zijn gevonden, de Chinese stoorzender is geblokkeerd en het eten was weer voor treffen. Hawaii. Ze willen gewoon punten erbij hebben. Dit wordt de soep voorhands. Rundvlees en geen Chinese tomaat, maar hij heeft gewoon een lekker pech. Ja. Zag hem Roland Sherpa, voor wie de naam verder niet genoemd zal worden, een mannetje op de maan. Volgens deze Roland Sherpa, bij zichzelf een blinde darmoperatie gedeed. Na de operatie ging het mannetje met zijn blinde geleidehond op pad om een blinde vink bij Danny Blind te eten. Helaas zat in deze blinde vink een blindworm die het leven van ons baanmannetje dusdanig zuur maakte dat deze met pech langs de melkweg stond, zodat hij naar een praatbaan moest lopen. Wij adviseren deze Roland dan wel Sherpa contact op te nemen met een psychiater. In navolging van de populaire tv-serie Big Brother heeft ook onze groep besloten 24 uur videobewaking in te stellen. Onder het mom van Jota The Movie 2 worden sommige mensen continu achtervolgd met videocamera's, digitale fototoestellen en minidiscspelers. Helaas is er bij ons nog niemand uit een helikopter gesprongen om de voetbal international te brengen. Dit aangezien het gemakkelijker is om even naar de winkel te lopen en wij bovendien niet geïnteresseerd zijn in voetbal. Het GSM-team, dat zijn Linda, Marielle, Inge, Niels en Danielle, is volgens betrouwbare bron een stelletje suf***en. Zij dachten namelijk dat ze eeuwig over hun vragen mochten doen. Ralf heeft de dag van zijn leven gehad. Hij mocht namelijk de hele dag boeren, scheten en kotsgeluiden opnemen met alle teams. Wetenschappers hebben eindelijk achterhaald waarom de computer van Wouter Aldo crashte. Het ligt aan de interfererende frequenties van de zenders. Voor volgend jaar hebben we dus de keuze tussen of zenders of computergegenereerde muziek. Deze strijd tot op de dood moet worden uitgevochten. Komt Wouter volgend jaar met een interferentiebestendige computer of komen de zendamateurs met een anti-Wouter zendinstallatie?
Dit was het laatste Dirk Duyf van Jota nieuwsbulletin van deze Jota. En dan nu nog John Bernards met het weer. Dames en heren, goedenavond. De eerste verbetering zet inderdaad door. We moeten even geduld hebben. Morgen is het wisselvallig, maar vanaf vrijdag gaan we dat echt merken. Met het naderen van het hoge drukgebied denk ik dat in zaterdag de wind draait naar het zuidoosten. En zondag en maandag echt oostelijk wordt. Morgen dus nog wat gestoord weer. Dat geldt trouwens voor heel West-Europa, ook Noord-Europa. Af en toe wat regen kan vallen. Maar die depressie die gisteravond nog even flink wat regen gaf, die zit inmiddels hier boven Zweden. Ik heb geleerd dat ik een heel nieuw geleerd in piano stemmen, maar ik heb piano stemmen.